Nu ga ik een nieuw part plaatsen in de assembly. En dan klik ik op Enter. Oh, dat doet hij niet. Dan klik ik op Front Plane. En dan heeft hij hem geplaatst op de Origin. Dus als ik hem openklik, dan zie ik ook dat het Front Plane en het Right Plane gelijk is aan de Origin binnen de Assembly. Hij heeft gelijk een nieuwe schets geopend, dat wil ik niet, dus die verlaat ik weer. En het paard is nu blauw weergegeven, dat betekent dat hij in de Edit Mode zit. Dus als ik nu geometrie teken, dan teken ik dat rechtstreeks in dat onderliggende paard onder de Assembly. Nou, ik begin met het opslaan van het paard en dat noem ik Display. Ruitje. En dan ga ik eerst wat geometrie overnemen uit die behuizing die ik eerst heb gemodelleerd. Als ik dan de detailfolder openklap. Dan ga ik eerst dat complete bovenvlak selecteren van die behuizing. En dan kies ik bij Insert Reference Geometry. Kies ik Plane en dan gaat hij een parallel plane aanmaken. En de distance staat default op 1 mm, maar daar wil ik 0 mm van maken. Want ik wil gewoon dat het exact gelijk ligt met dat bovenoppervlak van het kastje. En dat doe ik ook met dat onderoppervlak, dus eigenlijk het diepste punt van het ruitje. Ook daarbij weer Insert Plane. Nu staat die afstand op 100 mm om een of andere reden. Kijken. En in dit geval wil ik wel dat hij een afstand houdt van, eens even kijken, 0,05 mm. Dus hij moet niet helemaal gelijk gaan liggen met het oppervlak, maar een heel klein beetje ervan af. De reden waarom ik dat doe, is als ik daar straks een transparant ruitje in gemodelleerd heb, dan wil ik dat hij net los ligt van dat onderoppervlak. Dat je anders bij de rendering vaak dat net lijkt alsof die twee materialen met elkaar gaan samenvloeien. En dat geeft geen mooi eindresultaat. Nou, die twee planes die hide ik even. Dan ga ik een schets op dat bovenoppervlak openen. En dan neem ik die hele referentieschets over, dus die hele schets die selecteer ik. En dan met de functie Convert Entity neem ik al die geometrieën in één keer over. En dan kan die schets weer afgesloten worden. En dan noem ik deze schets noem ik ook referentie. En dan save ik het part weer. Met Ctrl S en dan klik ik op de Assembly en op Edit Assembly en dan hebben we het paard hebben we verlaten. Als ik dan vervolgens wel weer op het paard klik, dan kan ik vervolgens het paard zelf openen. En dan zien we een paard wat, even kijken, in het zijaanzicht bestaat uit twee planes en één referentieschets. Ja, dat is eigenlijk niet een referentieschets van het topplane, dus die heeft dan ook maar voor de verwarring, om verwarring te voorkomen, een andere naam.
begin ik een nieuwe schets op dat bovenplein wat we hadden aangemaakt. En dan ga ik de buitencontour in overnemen met een offset. Hij staat nog op bidirectional, dat wil ik in dit geval niet. En dan geeft hij een preview aan van een offset naar binnen, dat is goed. En dan kies ik 0,2 mm. En dan zet ik de referentieschets, die hide ik. Dan teken ik een constructielijn horizontaal vanuit de origin. En dan sluit ik deze contour. De reden dat ik een offset heb gekozen is omdat ik wil dat het ruitje past in de bovenbehuizing. Dus daar moet altijd iets van een spleet tussen blijven. Anders zou die er in de praktijk soms niet tussen passen. De drie knoppen, daar moeten ook gaten voor in het ruitje komen, anders zijn die knoppen natuurlijk niet te bedienen. Die neem ik eerst over met Convert Entity en dan hide ik de referentieschets even. En dan verander ik ze in constructiegeometrie. Dan geef ik ook hier een offset aan. Hij geeft nu al aan dat die offset naar buiten gericht is met 0,2 mm. Dus dat is prima, want die gaten moeten uiteraard groter worden dan de knoppen. En dan kan de schets afgesloten worden. En even kijken, dan kan ik daar een extruded bos van maken. En dan laat ik hem lopen tot het onderoppervlak. Dan geef ik hem een kleine fillet. Als materiaal kies ik clear glass. Dan spiegel ik hem in het front plane bodies to mirror. En dan sla ik hem op. En als ik dan in de assembly kijk, even kijken wat de juiste is. Dan zien we dat het ruitje er mooi in ligt. En dan hoeven alleen de knopjes nog gemodelleerd te worden. Oh, ik open trouwens, ik zie nog één foutje erin in de display, in het ruitje. Ik heb wel een mooie afronding aan de buitenkant gegeven, maar ook bij de drie knoppen wil ik dat er een mooie afrondingsradius komt. En dan kan ik de knoppen gaan modelleren. Dan begin ik, even kijken, dan begin ik weer met een nieuw part. Insert new part. En ook hier opent hij weer meteen een nieuwe schets, dus dat wil ik niet, dus daar ga ik uit. En dan sla ik het part op met onder, even kijken, de naam display. Display button. Had ik zojuist in, eens even kijken, ik ga weer
allereerst dat bovenoppervlak van die behuizing ga ik weer overnemen met Insert Reference Geometry. Oh, wacht. Dan heb ik even niet gekeken wat de instellingen waren. Ja, hij geeft nog steeds die 15e millimeter aan, maar ik wil dat hij volledig gelijk ligt. Ja, dat onderplane, dat hadden we al in display ruitje aangemaakt. Even kijken. Nou, dat hele paard, dat hide ik nu even. Want ik wil weer opnieuw dat onderoppervlak selecteren. En dan kies ik weer Insert Reference Geometry Plane. Om een of andere reden staat hij dan weer op 100 mm. Maar in dit geval mag hij gewoon op 0 mm staan. Dus die mag helemaal gelijk liggen daarmee. Want die buttons die worden niet transparant. Dus dat renderprobleem wat optrad bij het ruitje, dat hebben we hier niet. Dan beginnen we op plane 1 weer een nieuwe schets. Waarin ik die referentieschets voor de buttons weer in zijn geheel overneem met commando convert entity. En dan kan die schets afgesloten worden. En dan kunnen we naar Edit Assembly. Nou, vervolgens open ik het Part Display button. En dan kan ik die knoppen gaan modelleren. Nou, daar komen aan elke kant 3 identieke buttons. Maar daar ga ik er natuurlijk maar eentje van tekenen. Ik zet nog een paar hulplijnen in die eerste button. En dan maak ik een hulpvlak aan, wat haaks op deze constructielijn komt. En ook haaks op dat eerste plane, dus dan met Insert Reference Geometry. En dan staat hij al standaard op de haaks normal toe optie. Nou, die planes die hide ik allemaal even. Dan begin ik een nieuwe schets in het bovenste vlak en dan neem ik de contour van de button over. En die kan ik vervolgens extruderen naar het onderste plane. Nou, dan staat de hoofdvorm van de button, die staat er al. Alleen ik wil dat het bovenoppervlak een beetje hol gaat lopen. Dus ik gooi eerst dat bovenvlak eruit met de functie Delete Face. En dan start ik een nieuwe schets in dat plane wat we hebben aangemaakt, wat haaks op die middenlijn staat. Dan neem ik eerst die constructielijn over. Dan kan die referentieschets weer gehide worden. Constructielijn die verander ik dus ook weer in constructiegeometrie. Dan zet ik een constructielijn vanuit het midden verticaal naar beneden. En die bemaat ik qua hoogte 14 mm. Een beetje te slecht te zien in dat aanzicht. Dan
sta ik ervan te kijken dat die nog niet helemaal goed maat is. Even kijken, als ik het middenpunt selecteer van die bovenste constructielijn en het beginpunt van die andere constructielijn, dan moeten die coincident zijn. Dus blijkbaar stond die nog niet precies op het middenpunt. En dan geef ik met een 3-point arc, oftewel een cirkelsegment, ga ik de vorm van die holte aangeven. En die moet coincident worden met dat korte constructielijntje. Dan kan ik deze schets afsluiten. En als ik dan de contour selecteer van de button surface, kan ik de functie filled surface kiezen. En bij constraint curves kies ik die arc. En nou is goed te zien dat er een whole surface is ontstaan. En er zijn nu in totaal twee surface bodies die ik weer samenvoeg met surface trim. En dan maak ik er ook meteen weer een solid van. En als ik dan de rand selecteer en een fillet geef van, even kijken hoe 1/4 eruit ziet. Ja, dat lijkt ongeveer wel goed. Dan heb ik een hole knopje met een fillet gekregen. Dan maak ik de referentieschets weer even zichtbaar. Sterker nog, ik ga die even editen. En dan geef ik de symmetrielijn vanuit de origin aan. Oh, dat is het frontplane, zie ik trouwens. En zoals ik al zei, ga ik niet alle buttons tekenen. Maar het is op zich wel makkelijk als ik de buttons, als ik één button aan de gespiegelde kant alvast erin zet. Dat scheelt straks in de SI. Werk met het meten van de verschillende parts. Dus ik selecteer het frontplane en dan de feature mirror. En bij bodies to mirror kies ik het knopje. Oh, hij geeft nu een fout omdat hij het niet bij de opties niet kan mergen. Dus die ving ik dan uit en dan zou het wel goed moeten gaan. Dan kan die, nou die schets laat ik trouwens even aanstaan. En dan kan het part gesaved worden en als ik dan in de assembly ga kijken, dan zijn er opeens twee knoppen verschenen. Als ik op die knop, op dat part klik en met de control toets ingedrukt gehouden, als ik dan naar de tekening sleep, dan verschijnen er twee nieuwe buttons en dat doe ik nog een keer en dan heb ik alle 6 buttons in beeld, alleen die moeten natuurlijk nog wel gemeten worden. Nou, daarbij ga ik het eerste button part als referentie nemen en dan zorg ik dat plane 1 van het tweede part en plane 1 van het eerste part, die moeten op hetzelfde niveau liggen, coincident dus. Vervolgens moet het frontplane en het tweede frontplane moeten ook coincident zijn. Dan accepteer ik even die meet. In dit geval, ik weet nog niet meer precies wat welk paard is, dus ik hide het derde button paard even. Goed, even kijken. Ja, nu kan ik hem nog in één richting heen en weer slepen. Dus de laatste meet die ik ga leggen is nou met de control toets ingedrukt. Selecteer ik die twee punten en dan in het snelmenuutje wat dan verschijnt, kies ik weer meet.
coincident mate. En dan zie je hier bij dat tweede paard dat hij opeens geen minnetje er meer bij heeft staan. Dus die is volledig bepaald, volledig gemeet. Even kijken. Nee, het gaat dus om dat tweede paard. Is nou volledig gemeet. Goed, dan ga ik het derde paard weer zichtbaar maken. En dan doe ik daar hetzelfde mee. Dus plane 1 ten opzichte van plane 1 meet. Frontplane. Nou, dan moet ik die nog openklappen. Ten opzichte van frontplane. Coincident. Nou, zie ik ook weer even niet wat er precies gebeurt. Even kijken hoor. Oh ja, daar is die. Middelpunt ten opzichte van het. Dat zal dit punt moeten zijn. Yes. Coincident mate. De referentieschets die kan vervolgens gehide worden. Kan ik het ruitje even kijken, kan ik ook weer zichtbaar maken. En dan is het paard volledig klaar. Ja, het enige wat nou nog zou moeten gebeuren is als ik de behuizing weer even open en dan kies ik even de bovenhuis, dan zou er in dit oppervlak zou een decal van een display geplaatst moeten worden. In de tutorial van de rendering van de wijnfles hebben we gezien hoe dat moet, dus dat ga ik verder niet meer voordoen in deze tutorial. Dus hier hebben we de behuizing mee klaar.